Hier is Tom Bruin met het weer. Beste kijkers, dit is het weekendweerbericht van zaterdag 28 augustus. Het weerbeeld heeft de afgelopen tijd zich van de gematigde kant laten zien. Er waren veel wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. En over het algemeen was het ook droog. Nou, vandaag hebben we te maken met wolken en er kan in de ochtend wat lichte regen of motregen vallen. Maar in de loop aan het eind van de ochtend wordt het droger en in de middag komt de zon erbij en ook wolken zijn te zien. Het blijft met 18 tot 20 graden een gematigde temperatuur. De wind komt uit het noorden en is matig tot vrij krachtig en voert die koelere lucht aan. Ook in de aankomende nacht is het droog, maar er zijn ook opklaringen en de temperatuur die zal zo zakken tot rond een graad of 13. Zondag hebben we weer een mix van wolken en zon. Het blijft nagenoeg droog en de temperatuur komt rond 20 graden te liggen. Opnieuw die noordenwind die koele lucht aan blijft voeren. Ook na het weekend verandert er in het weerbeeld totaal niets. We blijven te maken hebben met wolken en zonnige perioden. Af en toe valt er een bui en de temperatuur die ligt zo rond de 20 graden. Dit is het weekendweerbericht van dit weekende.